Hallo, ik ben Inzo van Zanten, spreker over betekenisvol ondernemerschap en vooral het afgelopen decennium bezig geweest als chief evangelist van Tony Chocolon. Allereerst vind ik het uitermate pretentieus dat ik zou kunnen denken dat ik ook maar één van jullie een tip zou mogen geven. Maar hey, je wil die eindbazen ook niet tegen de haren instrijken, hoewel ze beide niet heel veel haar meer over hebben. Dus, here it goes. Mijn tip van de week is om af en toe eens te groeien vanuit stilstand. Want ons hele systeem, ons hele economische systeem, maar zelfs diep verweven in alles wat HR heet, is groei. Groei die altijd maar schreeuwt om meer klanten, om meer omzet, om meer leads. Je moet meer worden dan je bent. Wat is je persoonlijke groeiplan, et cetera, et cetera. Groei altijd als iets heel erg externs dus eigenlijk. Maar gun jezelf nou eens een keertje extreme stilstand. Een keertje helemaal niets, echt niets. Ik heb onlangs een traject afgesloten met een wijze coach, waarbij ik in de laatste week helemaal afgesloten was van social media, van drukte, van smartphones en van de hele wereld. Met als hoogtepunt dik 24 uur op een klein plekje ergens in de natuur met alleen een paar flessen water en een grondzeiltje. Verder helemaal niets. En dat heeft me zo ontzettend veel gebracht. Onder andere deze rant over hoe groei meer kapot maakt dan je lief is. Want laten we het eens even hebben over purpose, over zingeving. Zingeving bestaat eigenlijk uit drie levels. Je default purpose, je aangeleerde en aangeboren zingeving. Dat is het script van het leven wat je van je ouders meekrijgt, van je cultuur, van de maatschappij, van je hele opvoeding. En ten tweede, vervolgens worden we ons bewust van dat script en bewegen we ons verder. We leren de spelregels van het werk en van je carrière kennen en we komen tot een zelfgecreëerde zingeving, de created purpose, om een zinvolle rol te spelen in die maatschappij. En tenslotte beginnen we die regels dan te betwijfelen of soms zelfs te bevechten en vragen we onszelf af of we wel echt mee willen in dat spelletje. En op dat moment beginnen we te zoeken naar onze authentieke zingeving, naar onze authentic purpose. Of zoals sommige mensen het zouden noemen, je ziel of je soul purpose. Dat is een gevoel wat van binnen uitkomt. Vanuit onze eigen natuur, vanuit de behoefte om onze natuurlijke plek te nemen in het ecosysteem om ons heen. Om te zien waar we het beste kunnen dienen. Dus vergeet nou eens een keertje, voor één keertje voor jezelf, dat hele concept van groei, van die externe groei onder druk van de wereld om je heen. En ga op zoek naar inwendige groei, naar heelheid te vinden in het niets. Succes!